Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een mega grote lente zomershoplog. Ik heb echt super veel dingetjes hier mogen ontvangen. Ik heb heel veel dingen bij de Zara zelf gekocht. Dus ik dacht misschien is dit wel leuk om te laten zien in een aparte video. Vroeger deed ik dit vooral heel veel in mijn weekvlogs laten zien. Daar ben ik een beetje mee gestopt eigenlijk. Omdat soms leken mijn weekvlogs gewoon meer op shoplogs. Dus daar ben ik toen een beetje mee gestopt. Maar daardoor kan ik wel vaker bijvoorbeeld een shoplog doen. Omdat ik nu bijvoorbeeld zoveel dingen heb opgespaard. En is het veel leuk om daar een apart video van te maken. Dus dat is wat ik vandaag ook ga doen. Ik ga beginnen met de items die ik heb mogen ontvangen van Stronger. Stronger is best wel een bekend sportmerk. Voor de mensen die het niet kennen. Het is dus een sportmerk met allemaal vrouwen sportkleding en accessoires. Ik heb het zelf denk ik voor het eerst bij Monica Geuze gezien. Die draagt het ook altijd. En ik heb van hun echt onwijs veel sportsetjes mogen ontvangen. En ik heb van hun ook een kortingscode voor jullie. Dus die zal ik aan het einde met jullie delen. Ik ga beginnen met mijn favoriete sportsetje. En dat is in deze kleur. En ik heb bijna alles in een set besteld. Omdat het echt met elkaar matcht. En als eerst heb ik deze sporttop. Maar wat ik dus zo fijn vind aan deze sporttop is dat ik er dus geen BH onderaan hoef. Dus het zit eigenlijk net zo strak als een sport BH. Maar hij is wel veel langer. Hij komt echt tot je navel ongeveer. Waardoor je niet zo'n naakt gevoel hebt. Ik weet niet, ik vind het zelf niet chill om met een sportlegging en een sport BH te sporten. Dan voel ik me zo naakt. Maar dit is dus in principe hetzelfde idee. Alleen voel je je gewoon minder naakt. En ik vind het ook echt een hele mooie, beetje een bruinachtige kleur. Deze heb ik in een maat XSS. Het is een combinatiemaat van de topjes die ze hebben. En daarbij heb ik ook een bijpassende sportlegging. En dat is deze. Er zit dus ook in dit stofje zit een beetje een soort van ribbelpatroontje. En ik vind deze sportlegging echt heel erg chill. Hij is mega high-waisted. Wat ik lekker vind, dan kan die lekker over je buik heen. En deze heb ik in een maatje XSS ook weer. Dus ook weer een combinatiemaat. En ik denk dat dit wel echt mijn favoriete setje is. Ik twijfel ook echt om nog een extra setje te bestellen van deze. Want ze hebben nu dus ook een nieuwe kleur, donkerblauw. En die vind ik ook wel echt heel erg mooi. Dus misschien dat ik die met mijn eigen kortingscode ga bestellen. Maar dat is in ieder geval het eerste sportsetje. Oké, dit is het eerste sportsetje. En ik heb er nu wel eventjes een BH onder. Omdat het gewoon eventjes makkelijker zit voor alles door te passen. Maar normaal met sporten draag ik hier dus geen BH onder. En ik vind het gewoon echt een heel erg lekker stoefje. Hij sluit ook mooi hoog aan, want mijn navel zit hier. En hij komt een beetje tot, ja, net iets boven mijn navel. Mijn navel zit hier. En die sporttop is dus ook gewoon lekker lang, wat ik wel heel erg fijn vind. Normale sportbh's komen natuurlijk echt tot hier. Dus dan voel ik me weer zo naakt, maar dit vind ik echt top. Dan heb ik diezelfde broek ook nog in een beetje een beige kleurtje. Ik had hier eigenlijk ook de top bij gekozen, alleen die hadden ze helaas niet meer in mijn maat. Dus vandaar alleen de legging. Misschien dat ik die top nog wel, als die weer op voorraad is, zelf opnieuw bestel. Maar dit is in principe gewoon dezelfde legging. Ook met dat ribbelstofje. Alleen dan in een beige kleurtje. Ze hebben echt heel veel kleurtjes. Ze hebben zwart, grijs, beetje taupe. Dan bruin, crème. Ze hebben ook nog een beetje roze, legergroen, donkerblauw. Ze hebben echt heel erg veel. Maar ik vond dit ook wel een hele mooie kleur. En deze heb ik ook weer in een XSS. Even kijken of de prijs erop staat. En mijn hoofd zijn de leggings €70. En is die sporttop €40 of €50. Maar alle linkjes en prijzen staan in de beschrijving als je dat wil weten. Dus dat is deze. Dan de beige sportlegging. Hier heb ik natuurlijk geen top bij. Dus ik laat het even zien tot hier. Maar ook deze zit weer super mooi. Heeft ook weer zo'n ribbelstofje in zich. En sluit gewoon echt heel erg mooi aan. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een mooie set in deze groene kleur. Dit is weer hetzelfde soort topje. Alleen die ander die loopt echt wat meer tegen je nek aan. En deze heeft een iets meer, ja, een open hals. Zeg maar, die valt wat lager. Maar verder is het in principe wel hetzelfde idee. Gewoon een sport BH, maar die gewoon iets groter is. Deze heeft ook een beetje een halter op de rug. En het is een beetje een groen-grijs gemêleerd kleurtje. En die heb ik in een maatje S. Van de topjes heb ik volgens mij alles in een S of een combinatiemaat genomen. En van de broeken altijd een XS. Want ik vind het wel lekker als die lekker strak zitten. En dit is de bijbehorende broek die erbij zit. Gewoon een strakke mooie sportlegging. Ook weer in diezelfde kleur. En op je been heeft hij hier van die, ja, soort bandjes zitten. Het is gewoon als siert. Dus verder werkt nergens voor. Dus dat is deze. En deze heb ik volgens mij wel in een XS. Ja, dit is geen combinatiemaat. Dit is gewoon een losse maat. En aan de achterkant heb je bij deze bijvoorbeeld ook nog een zakje. Stel je gaat naar de sportschool, kan je daar bijvoorbeeld je sleutel van je kluisje of zo in doen. Dat is ook heel erg handig. Dus dat is deze. Dan is dit het groene sportsetje. En ik ben echt heel erg blij dat ik van deze top een S heb genomen. Ik heb qua borsten heb ik altijd een 70C, 70D ongeveer. Maar een XS had denk ik echt te strak gezeten. En deze zit echt perfect. De broek zit ook echt perfect. Heel erg lekker vind ik deze broek zitten. En ook deze zit weer hoog van mijn navel. Zo zit hier. En die sport die sluit weer mooi aan. Hier heb je ietsjes meer buik dan bij die bruine set.
maar ook niet te veel. Dan een lekker chill pak heb ik ook nog van hun gekregen. En dit is een beetje een taupe kleurtje. Ze hebben hem ook nog in het zwart, maar ik vond deze taupe kleur wel heel erg mooi. En het is gewoon een soort van, ja, een soort pyjama broekachtig. Ik zou dit echt lekker op zondag dragen. Lekker warm. Hij is echt mega zacht. Dus echt niet meer hoe zacht hij is. Ja, ik kan het gewoon niet zo goed uitleggen, maar hij is echt heel erg zacht. En deze heb ik in een maatje XS. En hier zit ook een bijbehorende top bij. En dat is deze. Gewoon heel simpel, helemaal effen, maar ook weer super lekker zacht. In datzelfde kleurtje. En deze hebben ze dus ook weer in het zwart, deze top. En deze heb ik ook weer in een maatje XS. Dan dit pak. Deze zit echt heerlijk. Deze is zo lekker zacht. Het is jammer dat je het niet kunt voelen via de camera. Maar het is echt heel erg lekker zacht. En die broek zit ook perfect. Gewoon lekker om je benen heen. Niet te los, niet te strak. En er zit echt best wel veel stretch in trouwens. Ook in die trui. En dan heb ik nog twee zwarte. Als eerst een bijkerstoortje. Ik dacht dit is wel chill voor in de zomer. Alleen helaas pas ik deze niet. Dus ik ga even kijken aan wie ik die kan geven. Misschien aan mijn nichtje. Die is wat smaller en die zit op volleybal. Dus misschien is dit voor haar wel lekker om in te trainen. Dit leek me wel heel erg lekker voor in de zomer. Als het weer wat warmer wordt bijvoorbeeld. En je gaat sporten. Dan is zo'n bijkershortje wel lekker. Dat die niet helemaal bedekt zit. Maar van dat bijkershortje heb ik dus ook nog de lange versie. In deze heb ik ook al gesport. En in het bruine setje, dat eerste setje, heb ik ook al gesport. En dit is echt heel erg chill. En dit is gewoon een hele simpele zwarte legging. Dit is gewoon eigenlijk dezelfde als de groene, alleen dan in het zwart. Dus dat is die. En dan de zwarte broek. Die is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de groene. Er zit dus ook precies zo'nzelfde top bij. En zwart is natuurlijk gewoon altijd goed. En deze sluit ook weer heel erg mooi aan. Zit fijn. En voor bij deze sportlegging heb ik ook nog een sporttop gekregen. Alleen die zit helaas in de was. Omdat ik die dus al had gebruikt van de week voor de sporten. Maar daar zit dus ook nog een topje bij. Ook weer gewoon hetzelfde model als die groene. Alleen dan in het zwart. En ik heb van Stronger nog een hele kortingscode voor jullie gekregen. Met de code FLEUR20 krijg je namelijk 20% korting op je aankoop bij Stronger. Dus 20% is best wel veel. En tot nu toe de setjes waar ik in gesport heb, vond ik zelf echt heel erg chill zitten. Dus ik zou het zeker aanraden. Dan ga ik door naar Stormy Amsterdam. Stormy Amsterdam. Ik weet niet precies wie het uitspreekt, maar ik denk Stormy Amsterdam. Daar heb ik namelijk wat leuke dingetjes van mogen ontvangen. Als allereerst heb ik een heel erg chill pak gekregen. Ik heb deze trui gisteren al aangehad. Dus er zitten wat vlekken op. Maar dat is deze blauwe, lichtblauwe sweater. Super leuk. En dan in diezelfde lichtblauwe kleur staat er Beverly Hills op geborduurd. Dat is die. En daar zit dus een shortje bij. Dat je hem echt als set kunt dragen. Super leuk. Hij is ook echt mega lekker zacht. En ik hou gewoon echt heel erg van lichtblauw. Mensen die me kennen, die weten ook wel dat lichtblauw echt mijn lievelingskleur is. Dus met het setje ben ik echt heel erg blij. Ik moet hem wel eventjes in de was doen. Want ik hoop dat die avocado vlekken er nog uitgaan. Maar in ieder geval dit setje. Dit heerlijke setje. Deze trui is best wel oversized. Ik weet ook niet of het nou one size was of dat het een S was. Maar het broekje zit in ieder geval wel echt top. Echt heel erg lekker broekje. Ook bijvoorbeeld gewoon om in te slapen of zo. En die trui is wel echt heel erg lang. Maar dat vind ik ook lekker. Maar ja, zo vind ik hem iets leuker. Dan heb ik van hen ook nog dit leuke tasje gekregen. Ik vind hem echt super schattig. Het is niet helemaal wit. Het is een beetje off-white. Maar wel meer tegen het wit aan dan het crème aan. En er past echt nog best wel veel in. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. En ik vind vooral dit hengsel heel erg leuk. Dat hij gewoon zo blijft staan. Dan kan je hem zo om je arm dragen of om je schouder. Dus deze vind ik heel erg leuk. Die heb ik van hun gekregen ook. Dan heb ik van hun ook nog een zonnebril gekregen. En deze zonnebril zie je de laatste tijd echt best wel vaak. Ik vind het wel grappig als je hem zo op je neus draagt. Of zo in je haar, vind ik hem ook heel erg leuk. Ik zou hem nooit zo strak naar voren dragen. Maar zo op je neus vind ik het echt een hele leuke bril. Hij is gewoon helemaal zwart. En het is best wel een smal montuurtje. Ze hebben deze ook nog in het bruin. Maar ik vond het zwart wel leuk. Dus dat is deze. Dan dit topje. En dit topje zie je de laatste tijd echt super veel. En deze heb ik ook van Stormy Amsterdam mogen ontvangen. In een hele mooie roze kleur. En dat kant is dan net iets donkerder. Wat ik wel heel erg leuk vind. Ik vind ook dat er mooie bandjes aan zitten. Een soort van BH bandjes of zo. Van die satijnachtige bandjes. Heel erg leuk. Aan de voorkant heeft hij een beetje een soort van triangelvorm. En aan de achterkant is die ietsjes lager uitgesneden. En hij valt dus best wel cropped. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus dat is die. Dit topje vind ik ook echt heel erg schattig. Ook best wel leuk op een witte broek of zo. Ik weet niet. Ik had hem niet per se op mijn witte broek bedacht. Maar als ik dit nu zo zie, vind ik dit op zich ook wel leuk. En ik vind het vooral leuk dat het dan lichtroze met donkerroze is. Dan iets wat ik aan heb. En dat is deze trui van G's Louise. Deze heb ik van hun mogen ontvangen van een nieuwe collectie. Het is echt een super leuk kleurtje. Beetje zo'n
Move kleurtje of zo noem je dat tegenwoordig. Ik heb geen idee. Met licht roze tekst erop. En ik heb hem in een maatje S genomen. Dus in de maat 1. Zodat hij lekker een beetje oversized zit. En dat is goed gelukt. En ik ben hier heel erg blij mee. Hij is lekker zacht. Dus dat is deze trui. Dan heb ik een tijdje geleden ook twee bikinis gekocht bij Bio de Label. Ik heb ze denk ik al anderhalve maand, twee maanden geleden gekocht. Maar nog nooit in de weekvlogs laten zien. Dus ik dacht, ik doe ze erbij. Ik had er twee besteld. En eigenlijk mocht ik van mezelf er maar eentje houden. Maar ik vond ze allebei zo mooi dat ik dacht van, oké, ik koop ze allebei. En als eerst is dat deze mooie bruine kleur. Dat is zo'n topje met twee van die, ja, soort van strook. En die gaan dan over je borststenen. En aan de achterkant kan je hem dan knopen. Deze heb ik genomen in een maatje S. Omdat ik het mooi vind als het iets kleiner is of zo. Dan lijkt je borstjes ook wat groter. Dus deze heb ik in een maatje S genomen. En oorspronkelijk hoort er eigenlijk een ander broekje bij. Maar ik vind dit model van dit broekje altijd heel erg mooi van Bio de Label. Dus ik heb dit broekje erbij gekozen. Het broekje heb ik wel in een M. Vind ik altijd wat mooier. Want als het dan een S is en het zit te strak of zo, dan gaat een beetje dat vet van je love handles er overheen hangen. En dat vind ik gewoon niet zo mooi. Dus ik heb een M genomen. Het loopt een beetje in zo'n V-vorm, waardoor je figuur altijd heel mooi uitkomt, vind ik. En het is best wel een cheeky broekje, maar ook weer niet te of zo. Ik weet niet. En ik vind het gewoon echt een hele mooie kleur. Een beetje een bruine taupe kleur. Beetje dezelfde kleur als dat sportsetje van Stronger. En volgens mij is dit setje in totaal rond de 90 euro zoiets. Dus dat is die. En dan heb ik deze. En dit is echt oprecht mijn favoriet. En ook die kleur vind ik echt geweldig. Hij zit alleen even in de knop. Dit is het topje. Het is gewoon een beetje een triangelvormig topje. Maar ik vind deze kleur zo intens mooi. En vooral als je lekker bruin bent in de zomer en mijn haar is weer lekker blond geworden door de zon, dan vind ik dit echt heel erg mooi. Het is gewoon een triangeltopje, maar zoals je ziet overlapt de stof elkaar een beetje, waardoor het er een beetje kreukelig uitziet. Maar dat vind ik wel heel erg leuk. En dit topje heb ik hier in een maatje S. En het broekje hierbij zit ook zo intens mooi. En dat is dit broekje. Het is een klein broekje, daar moet je echt van houden, maar ik vind het wel heel erg mooi. Ik heb hem in een maatje M genomen, zodat hij toch iets groter is, want anders betekent het echt bijna niks. En dit vind ik gewoon mooi. En deze maak je aan de zijkant gewoon vast met touwtjes. Dus zo maak je dan een strikje in. Maar je kan dit bijvoorbeeld helemaal naar elkaar toe trekken. Zodat het echt heel cheeky is. Maar je kan hem ook helemaal uitschuiven. Zodat het iets breder is. En deze bikini kost volgens mij ook rond de 85 euro samen. En heeft allemaal gouden details. Dat vind ik wel mooi. Want ik draag altijd goud. Dus dat is deze. Dan heb ik er allemaal items van logisch mogen ontvangen. Als allereerst heb ik deze drie topjes in dezelfde kleur. Want ik hou gewoon echt van dit soort topjes voor in de zomer. Als eerst een roze kleurtje. Het is een beetje een soort haltertop. En die is dan cropped. Dat vind ik wel heel erg leuk. Deze heb ik in een maatje S. En was 18 euro. Dan heb ik hem ook in het zwart. Zwart is gewoon altijd handig. Dus ik dacht, die wil ik ook wel graag. En deze heb ik ook weer in een maatje S. En was ook weer 18 euro. En dan als laatste heb ik hem ook in het wit. Alleen, ik weet niet of je dat op camera goed ziet. Hij lijkt een beetje alsof je hem tussen de zwarte was hebt gedaan, zeg maar. Hij is niet echt knalwit. Er zit een beetje een grijs gloedje in. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar verder is het wel een heel erg mooi topje. Dus dat is ook die. Dit topje in het roze, in het zwart en in het wit. Ik weet niet, ik had op zich denk ik ook wel een XS gekund. Hij zit hier nu een beetje alsof hij een beetje te veel stof over heeft. Maar verder is het wel gewoon een heel chill topje. Dan als volgende dit rokje. En ik vind bloemenprintjes de laatste tijd echt heel erg schattig. En dit is een beetje met blauw, groen, geel en wit. En ik dacht, dit is ook weer leuk met zo'n crop topje van net erop. En dan bijvoorbeeld een leuke blazer eroverheen. Deze heb ik genomen in een maatje S. En was 35 euro. En aan de achterkant sluit hij met een rits. Dus dat is wel heel erg chill. En aan de voorkant is hij ook een beetje gedrapeerd. Ik weet niet of je dat goed ziet door die bloemenprint die erin zit. Maar ik zal het zo meteen de aanbeelden wel wat beter laten zien. Dus dat is die. Dit is het rokje. Ik ben echt heel blij dat ik een S heb genomen. Want hij is echt best wel kort. Maar ik vind hem op zich ook wel leuk met dit witte hemdje erop. Hij heeft hier, zoals ik net zei, een soort van ruffeltje zitten. En hier een soort van inhammetje of zo. Ik weet niet precies. Maar deze vind ik ook wel heel erg schattig. Dus dat is deze. Dan een zwart blouseje. En voor de mensen die vorig jaar een beetje de Zara in de gaten hebben gehouden, die weten dat dit blouseje toen ook bij de Zara was in een beetje een crème kleurtje. En ze hadden hem ook in een kobaltblauw kleurtje. En nu heeft Lofies hem dus in een zwarte kleur. En die vond ik wel heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje XS en was 30 euro. Het is dus een beetje een soort satijnachtig blouseje met korte mouwen. En hij valt ook wat korter. Dus dat is deze. Dit zwarte blouseje, ook gewoon leuk voor in de zomer voor op een kort spijkershortje of zo. Je kan hem natuurlijk ook open dragen of een beetje zo als je een leuke bikini aan hebt. En dan zijn we alweer bij het laatste aangekomen en ook het leukste, vind ik.
En dat zijn de items van de Zara. Dus die ga ik snel aan jullie laten zien. Ik ga beginnen met een hele mooie blazer. Voor de mensen die mijn weekvlogs kijken, die hebben dit al een klein stukje kunnen zien. Maar dit is echt de mooiste blazer ooit. Ik ben er echt heel erg blij mee. Het is een beetje een off-white kleurtje. Hij is niet spierwit, maar ook niet crème. Het is een beetje, dus een beetje off-white. En hij heeft een zwarte knoop daar. Zo, hij heeft één knoop. En hij is een beetje oversized. En ik vind hem echt geweldig. Ik heb deze in een maatje XS. Deze blazer is toch gewoon te mooi. Ik vind hem zo mooi zitten. Mijn armen zijn ook echt perfect. Qua lengte valt hij net iets over mijn billen heen. Ik vind deze echt heel erg mooi. En omdat ik hem zo mooi vond, heb ik hem ook in het zwart besteld. En dat is deze. Gewoon precies dezelfde blazer, alleen dan in het zwart. En deze blazers zijn 50 euro, dus dat vind ik ook best wel meevallen. Ze hebben een heel klein beetje schoudervulling, maar niet te veel. Want ik vind dat normaal gesproken niet zo heel erg mooi. Maar bij deze blazers vind ik het echt heel erg mooi. Ik ben er echt intens blij mee. Ze hebben ook nog andere kleurtjes, of nou kleurtjes, andere patroontjes met ruitjes en zo. Maar als deze bijvoorbeeld nog in een leger groen komt of zo, of in een lichtblauw, ga ik die ook echt kopen. Maar voor nu alleen de witte en deze zwarte, dus dat zijn die. En dan is dit de zwarte blazer. Ik weet niet, ik vind het gewoon echt de perfecte blazer. Ik kan er gewoon niet meer over zeggen. Lekker oversized, maar niet te... heel erg leuk. Dan heb ik 4 dezelfde topjes gekocht, maar in 4 verschillende kleuren. Ik heb er echt een beetje een handje van dat als ik iets heb gevonden wat echt heel erg mooi zit, of ik vind dat het echt lekker zit, dan koop ik er meerdere kleuren van. Bijvoorbeeld vorig jaar had je die Zara bodies, die halter bodies. Die had ik ook echt in 6 of 7 kleuren. En nu heb ik dus deze topjes in 4 kleuren. Ik ga er een beetje snel doorheen, want ze zijn gewoon alle 4 hetzelfde. Maar het zijn van die halter topjes en ze zijn dan een beetje cropped. En ze zijn echt maar 4 euro bij de Zara. Ik heb ze in een maatje S, dus in het zwart. Ik heb er eentje in het beige. Deze vond ik wel heel erg leuk in combinatie met die witte blazer bijvoorbeeld. Dan heb ik hem in het geel. Ik vind geel ook echt een heel leuk kleurtje. En dan heb ik hem ook nog gewoon heel simpel in het wit. Dus dat is die. De witte top schijnt wel een klein beetje door. Maar op zich misschien als je gewoon een huidskleurige BH eronder aan hebt, dan zit het wel mooi. Maar het is wel gewoon echt een heel erg chill topje. Vooral voor die 4 euro. Dit is het topje in het zwart. Ik vind vooral die hals heel erg mooi dat hij zo naar binnen loopt. De beige schijnt ook een klein beetje door, maar ik vind deze echt heel erg leuk. Ook zo op die witte broek vind ik hem heel erg leuk. Dus dat is de beige. En de gele, die schijnt ook weer een beetje door. Maar ik vind het echt een heel erg leuk kleurtje voor de zomer en voor de lente. Mijn neus is echt een beetje rood, maar ik ben heel de tijd aan het niezen en verkouden en zo. Dus let er niet op. Ik heb echt een favoriete broek van de Zara en dat is een straight leg. En die heb ik nu dus ook in het wit gekocht. Want ik vind wit echt heel erg leuk voor in de lente, voor in de zomer met een leuk topje erop. En het is gewoon een hele simpele witte straight leg jeans. Hij is wel wat te lang, dus ik moet hem wel eventjes knippen. Dat doe ik gewoon altijd zelf, want kijk. De onderkant is toch al gerafeld. Eerst deed ik dat altijd bij de kledingmaker, maar dat kost dan weer 15 euro. En je kan er ook gewoon zelf de schaar in zetten. Maar dat is deze witte broek. En die heb ik in een maatje 36. En deze is volgens mij rond de 40 euro. Dit is de witte broek. Die vind ik heel erg mooi. Hij is dus wel ietsjes te lang. Maar verder zit hij wel echt heel erg mooi, vind ik. Dus dat is die. Dan dit topje. En deze vind ik ook echt heel erg leuk op die witte broek. Op camera lijkt hij iets verder oranje. Maar het is echt een beetje een roestbruin kleurtje. En deze kan je ook weer off the shoulder dragen. Maar je kan hem ook weer gewoon helemaal normaal dragen. Deze heb ik in een XS en was 26 euro. En hij is best wel cropped, maar dat vind ik juist heel erg leuk. Dit topje is echt een van mijn lievelings. Ik vind deze echt heel erg leuk. En vooral ook met van die kettingen dan erboven en dan zo off the shoulder. Je kan hem dus ook zo dragen, gewoon recht. Maar ik vind hem als hij zo zit wel het mooiste. Dan nog een topje. En hier twijfel ik nog steeds een beetje over, maar volgens mij heb ik de bon al weggegooid. Dus ik kan hem niet eens meer terugbrengen. Maar dat is dit off the shoulder topje. Met allemaal bloemen erop. En hier heeft hij zeg maar nog een laag soort van volant zitten. Ergens vind ik wel heel erg leuk. Maar als ik hem aan heb voel ik me echt een beetje een tutje of zo. Maar ja, ik vind hem dus op zich wel heel erg leuk. En deze heb ik in een S. En was 26 euro. En dan deze top. Ik weet niet of ik hem nou leuk vind of niet. Op zich op zo'n witte broek vind ik hem wel wat hebben. Vooral misschien in de zomer als ik gewoon wat bruiner ben. Vind ik hem wat leuker. Maar deze heeft dus nog zeg maar soort van flap eroverheen zitten. Ook weer off the shoulder. Deze kan je niet echt omhoog dragen. Dat zit een beetje gek. Dus deze is wel echt om zo te dragen. En dan weer als laatste van de hele shoplog is deze zwarte broek. Het is een beetje van zo'n flowy stofje. Aan de bovenkant kan je hem ook strikken met een knoop. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Er zit hier ook nog een knoop. En ze hebben deze broek dus ook nog in het wit. Dus ik denk dat ik hem ook nog in het wit ga bestellen. Vind ik wel leuk voor de zomer. Deze heb ik in een S en is 19,95. En als allerlaatst deze broek. Deze vind ik ook echt super mooi zitten. Deze ga ik sowieso nog
in het wit bestellen ook. Hij is iets te lang, maar als ik er mooie hakjes onderaan heb of zo van de zomer. Of Isabel Marantz, dan zit het wel goed. Dit was dan de shoplog. Dit waren alle items die ik van bedrijven heb mogen ontvangen. En die ik zelf heb gekocht en waar ik gewoon heel erg blij mee ben. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Voor alle linkjes kan je eventjes in de beschrijving kijken. Daar heb ik, als het goed is, alles gelinkt. Alles wat ik nog heb kunnen terugvinden in ieder geval. En alle kortingscodes die ik heb, die staan ook in de beschrijving. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vond je het nou een leuke video? Dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Te volgen op Instagram. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot snel. Doei!